Oh yeah, we zitten weer in de playing game. Hardpoint Jamin. Nieuwe Road to Life Care Packs R6D, want ja, de vorige twee afleveringen gingen niet helemaal volgens plan. Dat ging echt gewoon heel erg slecht, maar dat maakt niet uit. Het is een playing game en het potje duurt nog 6 minuten. Oké, die kunnen we wel even gaan spelen. Ik pak de A94 weer, hetzelfde als gisteren. We gaan even kijken wat we hier kunnen gaan verrichten. De hardpoint zit er hier al op, dus de volgende hardpoint moeten we alvast naartoe rennen, team. Dus kom op naar de volgende hardpoint, jongens. Let's go. We kunnen dit potje nog wel winnen. We staan ongeveer 80 puntjes achter of zo. Dat kunnen we op zich nog wel gaan winnen. Ik moet natuurlijk die care packages binnen gaan slepen en dan de RCXD eruit krijgen. En wauw, ik heb daar nog nooit iemand zien staan campen. Oké. Er zit natuurlijk gewoon die hardpoint defender via die kant, maar dat vind ik een beetje een rare spot. Dus ik kan beter gewoon achter dit tonnetje gaan staan natuurlijk. Dan pak je veel meer man. En oh, je had die met 12 punten ook nog eens. Oh, teammate opletten, jongen. Oké, let's go. We moeten onze care packs binnenhalen, moeten onze UAV binnenhalen. Als we onze UAV binnenhalen, dan hebben we sowieso de care packs er automatisch bij, meestal. Of we moeten genaaid worden door Call of Duty, dan hebben we natuurlijk de care packs er niet in één keer bij. Maar de UAV is binnen, dat is 1. De care packs is ook binnen, dat is 2. En teammate achter je. Oh, teammate die zit niet goed op te letten. Oké, teammate heeft hem. Goed zo. Allereerst care packs is binnen, mensen. R6 die moet ik er natuurlijk uitkrijgen in deze serie. Want ik heb de Swarm eruit gekregen. En ik had voor de gein gestart dat ik een R6 die eruit moet krijgen. Alleen de hele tijd heb het nog niet gewerkt. Of hij wordt genakt door een teammate. Dus alsjeblieft geef me een R6 die. Sentry gun of lightning strike. Oké, nou helemaal top weer. Weer allemaal goed dingen eruit. En dit gaat goed. In mijn rug. Get turn on. Kijk, ik heb nog een lightning strike. Die ga ik ook meteen inroepen. Want een nieuwe hardpoint zit natuurlijk in het midden. Dan gooi ik hem daar en daar. Ik hoop dat ik een triple killtje of zo mee kan pakken. 1 en 2 en 3. Dan pak ik die hardpoint. 200 punten. Hop, dan heb ik weer een nieuwe care pack. Dan heb ik ook meteen weer een nieuwe UAV. Zit er nog een enemy op die hardpoint? Die zit voor me en die killt me. Ik vind het niet erg. We zijn bezig met de comeback op dit moment. Ik heb een RCXD. Hoop ik nu uit mijn care package. Ik wil hem in ieder geval eruit krijgen. Ik weet niet of het gaat werken, maar ik hoop het wel. Ik blijf even de puntjes binnenslepen van de hardpoint natuurlijk. Want ik wil dit potje winnen. En dat werkt alleen als jij op die hardpoint gaat zitten. En oh, ik ben gestunt. Alweer als er nu een RCXD in mijn care pack zit en iemand nakt hem. Een Counter UAV of een Guardian. Oh my god. Nou, kan ik niet gewoon even een RCXD eruit krijgen, jongens? Alsjeblieft. Daar één enemy aan. Hier is er ook nog één binnen. Kom op, teammate. Teammate loopt zo langzaam, hè. Oh wow, hij zit gewoon daar. Ik dacht dat hij in het andere hoekje zat. Zit hij gewoon daar, hoor. Niet zo handig van die enemy, maar ja. Ik vind het niet erg, want ik heb nu gewoon een gratis kill binnen weten te slepen. Doordat die enemy niet zo slim was, dus ik vind het niet erg. Even kijken. Of de enemy spannen hier bovenaan bij Market of ze spannen onderaan. Maar ik hou bovenaan wel eventjes dicht. Dan kunnen de enemies in ieder geval niet meer via die kant komen. Mijn team die spant hierin, dus ze spannen hier sowieso niet de enemies. Dus dan gaan we gewoon de linkerkant dekken. Natuurlijk de railing waar ze hier overheen kunnen komen. Kijk, die staat er daar al in, dat bedoel ik. En natuurlijk de poort dekken. Dus mijn Guardian staat daar wel echt gewoon perfect. Maar niet heus, dat ding staat er echt gewoon baggerlelijk. Dat ding moest de hele andere kant op staan. Maar ik heb weer een nieuwe care packs. Nu gaan ze wel bovenaan hier spannen als het goed is. Ja, kijk maar naar mijn UAV. Dan gaan we er snel naartoe. Teammate zit niet op te letten, want die kijkt niet op zijn UAV. Dan doe je het maar lekker niet, jongen. Want ik kan de kills dan wel oppakken. Dit gaat lekker zo. Oké, er zit er nog eentje achterop op Market. De volgende hardpoint komt natuurlijk op Market. Teammate let weer niet op, want er zat gewoon een enemy naast hem. Lekker gedaan, teammate. En oh shit, zie voor mijn kop. En ik heb de kill, dankjewel. Ze staan nu allemaal op Market hier voor me, dus. Ik kan ze daar als het goed is niet killen, want ze hebben daar voordeel omdat ze daar een headglitch hebben. Ik heb natuurlijk ook een headglitch achter dat tonnetje, maar ik riskeer de kans niet om dood te gaan. Die gooit ze voor heel erg mooi, komt hij weer aanrennen voor de 100.000 keer. Heb ik weer een nieuwe care pack, heb ik een Guardian en een War Machine. Hola die. Dan roepen we mijn War Machine gewoon even in, die schiet ik gewoon even rennen daar naartoe. En, ah, hij gaat weer mis natuurlijk, joh, ik schiet altijd mis met die kut dingen. Ik schiet er gewoon even across the map, want ik heb niks aan deze scheiding. Ik wil een RCXD. We're losing the fight, hoor ik ook nog eens. Deze hardpoint duurt nog heel erg lang, dus eigenlijk moet ik proberen om die hardpoint even te secure. Maar het punt is, ik moet ook nog steeds wachten op mijn care packs natuurlijk, want het duurt ook weer een half uur voordat die in de map ligt. Dus goed, ik ga terug naar mijn care packers. Even kijken wat erin zit. Een dead machine, niet mijn care packs pakken, want ik kan hem nog switchen. Teammate, alsjeblieft. Oh my god, jongens. Kakzooi. Nou, we hebben wel een orbital visit in de lucht hangen. Ik weet niet hoe ze eraan zijn gekomen, maar we hebben er een in de lucht hangen. Dat is sowieso al een pluspunt. Het maakt me verder ook niet uit hoe we eraan zijn gekomen, als die maar gewoon in de lucht hangt. Dit is chill als je in een playing game komt en dit soort dingen gebeuren. Maar nu is het punt, we hebben nu een orbital in de lucht. Dus eigenlijk moeten we nu nog ook gewoon proberen het potje te winnen natuurlijk. En dat zal helemaal kicken zijn. Als je nog zo'n game die al heel lang bezig was nog kan winnen ook. Ik heb in ieder geval weer een nieuwe UAV. Huppatee. Mijn Guardian die maakt allemaal suppressors. Ik weet niet hoe dat kan, want die Guardian is echt scheef geplaatst. Maar enemies lopen er zo te zien in. Ik vind het... allemaal goed. Kom maar. Dank u. Loopt ook aan de zijkant, team. Jij zit niet op te letten. Dank u wel dat je niet aan het opletten bent. Hier staat er nog één in de poort. Jij bent ook niet aan het opletten. Iemand in mijn team die heeft een K9 unit. Dat vind ik nou niet zo handig. En nu moeten we die hardpoint gaan secure. Nu moeten we dat potje gaan winnen. 1,5 minuut op de klok. Als we nu niet op die hardpoint gaan zitten, dan hebben we het potje verloren. Iemand in mijn team die heeft een swarm. Dat is helemaal fijn.
Manitos, in je rug. Ja, goed zo. Nou ja, we maken wel eventjes die comeback. Ik heb weer heel veel care packs in kunnen roepen in het playing game. Maar helaas, dat er weer gewoon allemaal pure stront. En jij gaat dood, alsjeblieft. Heb ik een UAV. Dan hoop ik dat ik nog één care packs kan krijgen voordat Pocky erop zit. Span er allemaal achterin. Alsjeblieft, geef me gewoon een assistje of gewoon een kill. Dat is een assist, dankjewel. Geef me gewoon puntjes. Ik wil puntjes krijgen, team. Puntjes, puntjes, puntjes. Hoe meer puntjes, hoe beter. Ik kan nog één care packs halen. We've taken the advance. Dat wou ik net horen. Als het goed is, komen de enemies wel op me af. Of ze gaan binnencampen natuurlijk, omdat er een swarm in de lucht zit. Ik ga er wel op af. Geen zin om op te wachten op dit moment. Ze zitten daarom in die raampjes te campen natuurlijk. Ik ga mis. Ze zitten hier binnen. Even kijken of ik ze kan killen. Daar zit hij. Dankjewel. Zit er nog eentje binnen? Net zaten er twee. En ik weet nu niet of er nog een binnen zit. Maar er zal er wel niet nog een binnen zitten. Oké, snel mijn carepacks nog inroepen voordat het pokje erop zit. Let's go. Carepacks, carepacks, carepacks. Loopt er hier nog een? Oh, in mijn rug ook nog een. Please laat me niet spannen. Oh, nu ben ik niet meer op tijd met mijn carepacks. Als er nu een RCX die in zit. Oh my fucking Jesus. Laat er geen RCX die in zitten. Een war machine. Ik kan hem nog switchen. Ik ben er nog op tijd bij. Een war machine of een lightning. Oh my god. Waarom kan ik geen RCX die krijgen? Waarom? Waarom kan ik geen RCX die krijgen? Waar slaat dit op, man? Waar slaat dit op? Geen RCXD. What the fuck? 32-5. In een playing game hebben we potje ook nog eens gewonnen. En ik krijg mijn RCXD er gewoon niet uit. Oh, waar slaat dit op? Ik heb 20, 25, 30% kans om een RCXD eruit te krijgen. Bij elk carepack dat ik inroep. 25 tot 30%. Wat krijg ik eruit? Geen RCXD meer. Ah, oh, dit begon als een grap, man. Waar slaat dit op? Oké, okay, we gaan de tweede game er natuurlijk ook achteraan spelen. Het eerste game hebben we gewonnen. Het was een dikke comeback natuurlijk. Dus dat is sowieso epic om te halen. Ik heb nog een Merciless gehaald ook. Nu gaan we de tweede game er achteraan spelen. En ik moet mijn RCXD halen. Dit was een grap, man. Het was een grap dat ik gewoon voor de gein een RCXD uit mijn carepacks moest halen. Ik dacht, bij het allereerste carepacks op de grond gooien, krijg ik hem eruit. Maar nee, hoor. Oké, tweede potje erachteraan. Het wordt raid. Iedereen valt altijd op raid, dus dat vind ik wel lekker, want het is een chille map. Pak gewoon weer de AM94, ik blijf er gewoon bij. Ik moet nu gewoon gaan spelen met overpowerde wapens, want dan krijg ik ook slechtere scoresticks uit mijn carepacks. Dus ik hoop dat ik dan eindelijk die RCXD eruit ga krijgen. Wedden, ik krijg hem er niet uit. RCXD, die moet ik eruit. Snap je het, Call of Duty? Die uit die. Ja? Mooi zo. Oké, dan gaan we starten. Raid hardpoint. Ik hoop dat ik in hetzelfde team kom. Nee, de teams zijn geswitcht. Eén iemand uit mijn team zit in het andere partijtje. En één iemand uit mijn team zit nog steeds in mijn partijtje. Dus ik hoop dat het team zo blijft. Want dan zit ik in ieder geval bij één goede persoon. Namelijk de Gamer HDX. Oké, ga even een leukste naam weer, hè. Heb die lage streepjes erin staan. Heb die X'jes erin staan. Heb die HD erin staan. Allemaal dingen die je niet zo graag in je naam hebt willen staan. Want dat ziet er echt lelijk uit. Maar goed, dan gaan we. Hardpoint raid. We moeten die RCXD eruit krijgen. Want ik heb geen zin om 61 afleveringen te gaan doen om een RCXD eruit te krijgen. En dat hij dan weer de hele tijd genakt wordt door teammates. Want ik moet hem ook nog eens kunnen oppakken. Oké, let's go. UAV Care Package Count UAV. RCXD. RCXD. Er zit zo te zien een jaar in het andere team. Demicide. Ik ken hem niet. Demicide. Awesome naam, jongen. Zit er nog meer in die jaren hebben? Nee, oké. We gaan meteen naar die hardpoint toe. De enemies hebben hier altijd voordeel, want ze zijn altijd eerder bij de hardpoint dan dat jij er kan zijn. Dus hun pakken altijd meteen aan het begin 1 of 2 puntjes. En als jij dan gewoon meteen weer terug gaat op die hardpoint, dan kan je ze alsnog gewoon overrompelen meteen hier. Het game lekt een klein beetje. Even terugrennen, even terugrennen, even terugrennen. Even van de hardpoint af. Oh, in mijn zij. Please laat me die kill pakken. Oh, fuck. Ik wil de kills hebben, jongens. Dan heb ik een carepackers. Oké, let's go. Die twee zijn ook dood. Er loopt er nog eentje achter de white fan. Die is ook dood. Heb ik een count UAV, dan weet je niet meer waar ik loop. Dit gaat heerlijk meteen aan het begin. Zo moet het gaan altijd. Als dit zo blijft doorgaan voor het hele potje, dan vind ik het best. Komt er nog eentje over die zijkant. Komt er de tweede vent aan. Nee? Oké, dan roep ik mijn UAV weer in. Snel de carepacks inroepen voordat ik weer een nieuwe heb natuurlijk. Want ik wil niet zo overlappen. Dat werkt voor geen ene reet. C4 die gaat natuurlijk weer mis, want ik gooi hem weer eens. Zo, ik heb de kill ook nog eens. Oké, carepacks is weer binnen. Count UAV is ook binnen. Wat zit er in mijn carepacks, jongens? Een UAV, okidoki. Dit gaat lekker zo. Mijn UAV'tje oppakken. En een AGR. Dat wou ik net niet, jongens. Ik wil een RCXD hebben. Op naar de volgende hardpoint. Ik heb mijn AGR sowieso. Dus die gooi ik gewoon in. En ik ben gekilled. Ik stond 11-0, man. Het was een hard begin hier, oh. Maar goed. Ik gooi mijn carepacks weer in. Ik gooi mijn AGR erin. En ik hoop dat we gewoon een RCXD eruit gaan krijgen. Het is in ieder geval een robot wat we er nu uit hebben gekregen. Dus het is sowieso al iets beters dan natuurlijk een UAV, et cetera. Maar nog steeds is het niet hetgene wat ik wil. Waar is die nou? Heb ik hem weer op het dak gegooid. Lekker handig, Jan. Lekker handig dit weer. Oh, gooi ik hem weer op het dak, dat ding, hè. Ik ben echt zo dom bezig gewoon. Oké, maakt niet uit. AGR, doe je ding alsjeblieft. Goed zo, AGR. Let's go. Blijf weer even deze line of sight scannen. Houden we even de puntjes binnen van dit hardpoint game.
ACO die staat hier stil. Ik weet niet waarom die nog rijdt. Ja, dank u. En dan ga ik gewoon achter mijn ACR blijven. Want dan kan je dekking zoeken van die ACR. Maar dan moet hij niet de verkeerde kant op rijden. Want dan kan je geen dekking achter zoeken. Lekker gedaan, ACR. Heerlijk weer. Even een supportje gooien. Dan staat er daar nog een. Ja, die gaat niet dood. Mooi zo. Helemaal niet mooi zo. Maar nu is hij wel dood. En oh zo. In mijn saai weer. Shit, man. Oké. Okay, opnieuw hardpoint. Mag ik de 200 punten? Ja, ik mag de 200 punten. Dankjewel, teammates. Dankjewel. Oh shit. Die had ik even niet zien aankomen. Holy shit, die stond in één keer voor me. Ik ga hem hier achter de Grey Van liggen. Als ze dan via trainingsroom komen, kan ik ze meteen killen. En krijg ik dus 25 punten extra per kill die ik maak omdat ik op die hardpoint lig. En ik word gekillsteeld. Dankjewel. En AGR per kill. Goed zo, jongen. AGR is kapot, want hij kwam dikke ontploffing in de game. Er is één teammate geraced. Ik ga even van die hardpoint af, want anders gaat het potje te snel voorbij. Kijk, de enemies hebben nu de hardpoint. Dan kan je meteen weer terugpakken. Dan krijg jij weer 200 punten. En dan komt er daar een enemy aan. En dan komen er drie enemies aan. Oké. Okay. Die had ik niet zien aankomen, maar ik heb een nieuwe carapax. Dus het boeit me niet zoveel. Let's go. RCXD. 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 Hier. En ik word in mijn zijde beschoten. RCXD. Hier. De enemies hebben een orbital visa en een EMP. Godverdomme, hoe komen ze daar nou weer aan? Kut teammates. Ik heb een guardian en ik heb een orbital visa. Nee. Hoe hard kan mijn team falen? Ik ben zo lekker bezig. Ik ben zo heerlijk bezig. De enemies krijgen een EMP. Enemies krijgen een orbital visit. De enemies pakken nog eens een orbital visit van mij af. Omdat ik hem laat liggen midden in de map in een care package. Gaat echt heel erg goed hier. En de RCXD heb ik er nog steeds niet uit. Dit wordt echt gewoon een grap. Dit is... What the fuck? Dit wordt gewoon een what the fuck, sorry. Ik zweer het je. Huppatee, nog een orbital visit in de lucht. Goed zo, jongens. Ik zweer het je. Ja hoor, kill me nog wat erbij ook. Het slaat nergens meer op. Ik zweer het je. Waarom kan ik niet een RCXD eruit krijgen? De enemies komen nu uit, schieten om die hoekjes en ze hebben nog een orbital visit. Ze halen nu orbital visit naar orbital visit, want mijn hele team is geracequit. Ze gaan alleen maar dood mijn team en ze doen helemaal niks meer. Ze proberen het nog ineens meer, omdat ze toch allemaal orbitals in de lucht hebben hangen. Dus ja, dit is kut. Als je een orbital tegen je krijgt, moet je niet meteen racequitten, man. Dat slaat op pure stront. Je kan ze sowieso nog pakken en dan gebeurt dit. Dan is je hele team weg, dan kan jij dus ook niks meer doen. Als jouw team weggaat en je krijgt allemaal orbital naar orbital op je kop, dan gebeurt er dit. Je kan niks. Je kan helemaal niks. Ik pak mijn M7 erbij. MSMC, het Extended Max en Laser Sight. Want... Nee, dit is poep. Waarom? Ik snap niet waarom mijn team nu is geracequit, maar je kan het toch nog proberen om gewoon kills te maken. Ze zijn zelf aan het begin doodgegaan, waardoor ze dus een orbital hebben gehaald. En dan krijgen ze een orbital tegen hun, omdat ze gewoon slecht bezig waren. En dan gaan ze meteen lopen racequitten. Meteen. Gewoon hup, weg zijn ze. Dus het slaat gewoon nergens op. Die fan staat 25-5, is de enige die hier een killstreak kan halen. En ja, ik kan nu ook geen carapax meer halen ook. Ik zweer het je, waarom man? Gewoon waarom? Jij bent die gozer die eerste staat, hè? Ik heb 200 punten erbij, dat is mooi. Gooit hij zijn voor fucking scheef, lekker gedaan. We staan nog wel voor, ik zie die enemies. Het enige waar ze nu mee bezig zijn is puntjes binnenslepen. Voor hunzelf, dus ze zijn alleen maar nu uit op een kill dead. En ze zijn niet meer uit om het game te winnen, want wij staan nog steeds dik voor. Dus ik ga je snel weg. Ik ga alvast door naar de linker hardpoint, maar dan moet ik even omlopen. En dan gaan wij gewoon nog het potje winnen, want die enemies doen het niet meer. Dus ze pakken alleen de 200 puntjes van de nieuwe hardpoint. Ze doen het niet meer. Ze willen alleen maar puntjes scoren nu. Ze willen alleen maar orbitals krijgen. What the heck. Ze proberen nog ineens weer het potje te winnen, man. Nu zitten ze er wel op. Kom op, team. Ik zweer het je. 4-8. Ze hebben allemaal pas 1 kill, man, in mijn team. Ze zitten er al een halve minuut in. Lekker, jongens. Lekker, lekker, lekker. Ik wil gewoon even mijn RCXD krijgen nu. Hardpoint lockdown. En ja hoor. Huppatee. Ze komen nu allemaal schieten de hoekjes om. Je kan nu geen raid meer. Je wordt gecounterd, je wordt geïnjepiet en je wordt georbitold. En je wordt ge-UAV'd. Maar ja, dat boeit niet zoveel als je ge-UAV'd wordt. Maar de rest natuurlijk wel. Ga dood, alsjeblieft. Wauw, die moet nog 100.000 keer raken ook. Jongens, ik heb een care package nodig, alsjeblieft. Ik vraag alleen maar om een care package. Dat is niet te veel gevraagd. Eigenlijk wel, want ik vraag ook om een RCXD en dat is ook te veel gevraagd. Ik pak weer mijn AM94, met die MSMC werkt het niet. Want ik krijg de hele tijd orbitals op mijn kop hier, hoor. Volgende hardpoint komt in de kitchen, ik moet daar naartoe. Hé, hey, weer een orbital, wat een verrassing toch weer. Het kut is gewoon dat mijn team het ook niet meer probeert, man. Als ze nou nog proberen, dan heb je er tenminste nog wat aan, maar ze proberen het niet. Dat vind ik altijd zo kut om te zien, ja. Team, alsjeblieft, man, probeer het gewoon. Ze racen, er blijven maar twee mannen in het potje. Dat ben ik en als nog iemand anders in mijn team. De rest blijft
race quit. En deze vent blijft ons killen omdat hij schiet op de hoekjes dan komt. We kunnen niks meer omdat er maar twee mensen in mijn team zitten. Als er nou meer mensen in mijn team zaten, dan kon ik misschien nog wel wat mensen killen. Omdat je dan dekking kan zoeken bij je eigen team. Maar nu op dit moment kan ik gewoon helemaal niks meer doen. Omdat mijn team blijft race quitten. Nu zitten er wel mensen bij met het team, maar die zullen zo meteen ook wel weer race quitten. Alsjeblieft jongens, als je een orbital tegen je krijgt en je kijkt dit filmpje, blijf in het game. Want dit slaat helemaal nergens op. Hier komt die vent aan die eerste staat volgens mij. En die komt weer in mijn rug hoor, tuurlijk. Waar zit die nou dan? Ja jongen, what the heck. Ik weet ook niet meer waar ze zitten. Ja, zie je wel, hij zit hier gewoon, ik wist het. Er komt er hier eentje, ja, de via twee kanten. Oh, alsjeblieft team, jullie kunnen het toch wel. Probeer het alsjeblieft gewoon. Gewoon proberen. Ja, ze zijn weer weg. Ze zijn weer allemaal nieuwe mensen gejoind. Dit wordt een grap, man. Blijf erin, alsjeblieft. Ik word weer in mijn rug geknald. Jij wordt geturnel, maat. Jij wordt geturnel. En niet zo'n klein beetje ook. Oké, hij gaat een nade gooien op mij, die teammate. Lekker handig. Kom op. Ik wil gewoon nog één keer packs halen en RCX die eruit krijgen. En oh mijn god, ik zie hem helemaal niet. Teammate. Teammate, wat de... Waar de fuck was die teammate nou weer mee bezig? Ja, drie man. Ja. Dankjewel jongens, dankjewel. What the fuck, die teammate die lag daar achter die auto en die deed helemaal geen ene zak. Hij lag er als een zoutzak. Ja, deze teammate... Oh, what the fuck man. Oh, ja, lekker is hij voor. Die gaat nog eens door het raampje heen. Ja, ik kan hier ook niks mee doen. Ze komen nu ook in mijn rug natuurlijk, want het is wel logisch dat ze nu ook in mijn rug komen. Maar, kom op. Team, kom op. Hou die hardpoint. We kunnen het. We staan nog voor. We gaan wel gewoon dit potje winnen, terwijl we echt 100.000 orbitalstegels hebben gekregen. Dus dat is sowieso gewoon kicken. Want die enemies, wat doen ze nou? Ze halen orbital naar orbital, maar ze winnen het potje nog ineens. Dat is echt slecht. Je hebt 100.000 orbitals in de lucht en je kan nog ineens het potje winnen. Dat is toch slecht? Dan heb je een hele goede score. Dan sta je echt gewoon zo meteen 300 om 0. Weet je wel? Echt gewoon de beste score die je maar kan verzinnen. 300 om 0. En dan bam, heb je het potje verloren. Wat heb je dan aan je score? Dat snap ik echt nooit. Heb je zoveel orbitals gehaald en dan kan je niet het potje winnen. Natuurlijk gaan ze nu wel weer op de objective liggen, omdat ik natuurlijk weer aan het lullen ben dat ze op de objective moeten. En oh my god, jongen. Nou, dit is zo scheid. Ik race quit nooit. Ik wil gewoon dit potje winnen. Er staat nog genoeg tijd op de klok. We moeten nu die basketbalveld kunnen overrompelen, anders winnen ze ook nog. Dankjewel, teammate, voor de assist. Helemaal niet bedankt. En oh, ja, weer een orbital. Let's go. Eerlijk is dit. Ga nog op die hardpoint, kom op. Ze mogen geen puntjes binnenslepen. Hij zit daar binnen. Goed zo, teammate. Oké, we hebben de hardpoint. Dat is één ding. Nu moeten we hem houden en dan winnen we het potje. Kom op, team. Kom op, team. Oh mijn god, die vent staat eerste. En hij is geliefd! Hij is geliefd! Hij heeft 6 orbitals gehaald en hij is gewoon het potje geliefd. What a fucking retard. Waarom liefd? Wat? Hij liefd alleen maar het... Oh my god, dit is geniaal. Hij heeft orbital naar orbital gehaald. Orbital naar orbital. 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 En hij liefd. Hij liefd. Ik vind dit echt grappig. Er is er nog één geliefd. Wat? Jongens. Jullie hebben 8 orbitals of zo tegen me gehaald. 8. Dan, wat? Dit is echt gewoon een grap. Ik vind het echt grappig. Wauw, we hebben nog gewonnen ook. Wauw. Ze zijn allemaal gewoon geliefd. Alleen maar omdat ze gingen verliezen. Terwijl ze 8 orbitals hadden. Ik vind het echt grappig gewoon, man. Dit vind ik nou leuk gewoon aan Call of Duty. Dat ze gaan racequitten terwijl ze zo fucking veel orbitals hadden. Nou jongens, er zit weer een nieuwe live complay op. We hebben helaas die RCXD er niet uitgehaald. Maar ja, we hebben... Eerste potje ging heel goed, die comeback. Maar het tweede potje, je ziet het hier. Als jij een orbital visa tegenkrijgt, als jij een UAV tegenkrijgt, een count UAV en een UMP in combinatie, dat je de hele tijd iets tegen je hebt, kan je gewoon niks meer doen. En je ziet het, als je dan die dingen hebt, als je een orbital hebt, ga dan ook op die objective zitten, want... We hebben nu alsnog het potje gewonnen. Het hele enemy team is geracequit omdat ze aan het verliezen waren. En ze geen zin hadden om hun score te laten zien. Terwijl ze gewoon orbital naar orbital hadden gedropt. 2 EMP's of 3 EMP's hadden gedropt. Allemaal count UAV's hadden gedropt. Plus nog eens UAV's. Dus mijn team die was bagger slecht. Ik was bagger slecht bezig. De enemies waren bagger slecht bezig. Omdat ze waren geracequit en het potje hadden verloren. Dus het was over het algemeen gewoon een bagger slecht potje. We hebben weer geen RCXD gehad. Omdat we gewoon simpelweg te weinig RCXD's. Care packages hadden ingedropt. Ik ga het gewoon zo noemen. RCXD care packages. Bedankt voor het kijken mensen. Vergeet me niet te liken. Tot die volgende keer maar weer. Bye bye.